ramp van het vliegtuig van Malaysian Airlines in Oekraïne, waarbij alle 298 inzittenden omkwamen, heeft ook de regio in rouw gedompeld. Onder de 193 Nederlandse slachtoffers zijn minstens 13 afkomstig uit Gelderland. In het toestel zaten onder meer inwoners van Doesburg, Duiven, Apeldoorn, Zutphen, Nijmegen en Wijchen. Nadat zondag al condoleanceregisters konden worden getekend in kerken en in Duiven en Doesburg, kan dat sinds maandagochtend ook in andere plaatsen. Het is een grote schok, hè, ook voor de gemeente Duiven. Ja, het is een schok in Nederland, maar zeker ook in een gemeenschap zoals Duiven is, waarbij heel veel mensen elkaar kennen, is het heel erg hard aangekomen. Het is een enorme verlies, niet alleen voor familie, maar ook voor de hele samenleving. Maakt ook de belangstelling groot om het register te ondertekenen? Ja, we hebben ook in overleg met de familie het condoleansregister hier neergelegd. Hadden we anders ook wel gedaan. Maar je ziet dat er een enorme betrokkenheid is. En ook enorm gezocht wordt naar het moment om het verdriet te delen. Want er is zo echt verdriet. Ja, naast verdriet is er bij veel mensen ook een vorm van boosheid, onbegrip, machteloosheid. Kunt u zich voorstellen dat de Nederlandse overheid toch wel terughoudend reageert? Ja, we moeten ook niet vergeten dat Oekraïne natuurlijk niet Nederland is. En dat daar ook alles, zeker in de huidige context van de tegenstellingen die daar zijn, ook professioneel op een lager niveau georganiseerd is. Ik denk ook dat dat in de media even vergeten wordt. Het is niet Nederland, het is niet West-Europa. Maar ondanks dat denk ik ook dat dit wel een erg verzwarende factor is in de gevoelens en het verdriet van mensen. Ja, dit komt er gewoon heel erg hard bij. Tijdens een briefing aan de Tweede Kamer liet premier Mark Rutte maandagochtend weten dat 3 leden van het landelijk team Forensische Opsporing, LTFO, zijn aangekomen bij de koewagons in Torres. Daar zijn de stoffelijke overschotten opgeslagen van de slachtoffers. Sinds de vliegramp van afgelopen donderdag zijn de mensen van het LTFO de eerste internationale onderzoekers die het door rebellen beheerst gebied heeft bereikt. Belangrijk om het register te ondertekenen? Ja, ik vind het heel erg belangrijk. Ik vind het, ben er nog steeds erg kapot van, op de manier van hoe het gegaan is. Ik kende Barbara vanaf oktober afgelopen jaar. 2 keer ontmoet en diverse malen met Facebook aan het chatten gegaan. Nou ja, persoonlijk gezien heb ik Barbara ervaren als een hele lieve, spontane en een charmante vrouw in alle opzichten. En ik was erg geschokt en geraakt toen ik het, wanneer was het ook weer, vrijdagochtend, via Facebook vernam. En de manier van op, dat is altijd diep tragisch. En ik heb er nogmaals geen woorden voor. Die mensen die dit onschuldige mensen aandoen, ja, dat zijn gewoon barbaren. En de manier van hoe ze met de mensen omgaan in Oekraïne. Met hun persoonlijke bezittingen, met gevoelens, emoties. Dat vind ik gewoon niet te rijmen met de huidige maatschappij. Heel belangrijk, omdat Rob van der Kraats en Barbara eigenlijk bijna naast ons wonen en een van onze beste vrienden waren. Dus in die zin heel belangrijk om toch een signaaltje af te geven. Dus we staan er heel dichtbij, zeg maar. Het is echt een persoonlijke tragedie. Ja, het is echt een persoonlijke tragedie, we gaan met ze om, we doen alles met ze. Dus voor ons is het eigenlijk, zeg maar, we verliezen hele goede vrienden en de kinderen die gingen om met onze kinderen. Dus voor ons is het heel, heel dichtbij, zeg maar. Dus je hebt precies de goede, zeg maar, nu. En welk gevoel overheerst op dit moment? Bij verslagenheid is het meer al, het niet kunnen bevatten. Het niet kunnen bevatten van wat er gebeurd is en het is nog niet binnengekomen. Het is echt... Het is onwerkelijk. Premier Rutte had gereageerd van het heeft op dit moment niet zoveel zin om schuldigen aan te wijzen, want dat komt de slachtoffers en de nabestaanden op dit moment niet ten goede. Deelt u die mening? Ja, die deel ik wel een beetje. Ja, zeker. Het belangrijkste is dat de lichamen weer zo snel mogelijk richting Nederland komen. Dat is het belangrijkste. Dat is zeg maar waar de hele familie ook, zeg maar, naar uitkijkt. Van wat gebeurt er met de lichamen? Hoe snel zien we ze hier? Hoe gaan we het zien? Hoe gaan we het verder zetten? En dan kan je alweer een stapje verder kan je gaan denken. Tienduizenden mensen hebben de afgelopen dagen hun medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers getoond. Velen deden dat digitaal, onder meer op het online grootste condoleanceregister, condoleance.nl. Maandagmiddag stond daar de teller al op ruim 40.000.